brand. Je moet er niet aan denken. Of juist wel. Bij brand is rook doodsoorzaak nummer 1. Rook verspreidt zich razendsnel, waardoor je al snel niets meer ziet. Hierdoor raak je zelfs in de kleinste ruimtes je oriëntatie kwijt. Je hebt maar een paar minuten om veilig buiten te komen. Een werkende rookmelder en een goed vluchtplan zijn van levensbelang. Bepaal samen de snelste en veiligste vluchtroute. Komt u veilig buiten? En jij zou die batterijen nog gaan vervangen. Wanneer ga je dat doen? Het wordt tijd. Kan je dat niet nu doen? Zet hem in bed te gaan, jongen. Ja, zo. En als je naar boven loopt, neem even je hockeyspullen gelijk mee naar boven. Ja, kom maar goed. Bij rook zie je nog minder dan bij dichte mist. Voorkom dat je struikelt. Houd de vluchtroute daarom vrij. Sluit alle tussendeuren als u naar bed gaat. Een deur kan verspreiding van rook en vuur voorkomen of in ieder geval vertragen. Van alle elektrische apparaten veroorzaken wasdrogers het vaakst brand. Zet de wasdroger daarom niet aan als je niet thuis bent of slaapt. En houd hem vooral stofvrij. Gebruik altijd een onbeschadigde stekkerdoos. Sluit grote apparaten aan op een aparte groep. Zo voorkom je overbelasting en kortsluiting en verklein je de kans op brand.
Spreek in het vluchtplan een verzamelplaats af op een zichtbare plek voor het huis. Zo weten jij en de hulpdiensten snel of er nog iemand binnen is. Ga bij brand nooit zelf terug naar binnen. Rook en vuur zijn dodelijk en verspreiden zich razendsnel. Welkom bij het tweede oefenprogramma van Blijf in de Benen. Net als de vorige keer beginnen we met een rustige oefening. Ga lekker rechtop zitten, voet op de vloer. Zet de handen op de schouders. We beginnen met het draaien van de ellebogen. Draaien van de schouders. En rustig naar voren draaien van de ellebogen. Achteruit. Maak kleine rondjes als het pijnlijk is. Prima. Vouw de handen samen en strek ze boven het hoofd uit. Maak ze zo lang mogelijk. En weer rustig naar beneden. Nog een keertje. Rustig omhoog. Maak hem zo lang mogelijk. En laat weer zakken. Gaan we weer. Omhoog. Prima. En de laatste keer. Juist. Laat rustig zakken. We gaan het hoofd bewegen. We gaan de oor naar de schouder bewegen. We mogen de schouder weer optrekken. Rechtop. Andere kant. Na het ontspannende begin gaan we 3 minuten intensief bewegen met armen en benen. Gaat het niet, haakt u af
Even een kleine pauze en daarna kunt u verder gaan. Daar gaan we. Beginnen met rechts. Laatste acht. Gaan we de benen en armen kruisen. Kruis en klap. En marcheren op de tenen, zachtjes. Goed zo, zachtjes die benen neerzetten. De benen voor langs kruisen. Kruis terug. Linkerbeen. Links. En rustig marcheren. Blijf in beweging. Nog één keer marcheren. Een ronde van acht. En dan gaan we de armen kruisen. Kruis en klap. Kruis. Nog een keertje. Ga door. En we marcheren op de tenen. Zachtjes. Zachtjes. Maar blijf wel optillen die benen. Blijf optillen die benen. We gaan de benen nog even weer kruisen. Ja, daar gaat hij. Kruis, voorlangs en terug. Linkerbeen nog een keertje. Daar gaat hij. Links, één, terug. Prima. En de rechter nog een keer. Rechts, terug. Gaan we de linker nog een keertje doen. Links. En even rustig uitmarcheren, want we zijn klaar. Dit was een vermoeiend snel stukje, maar nu gaan we even weer iets rustigs doen om weer op adem te komen. Ga lekker rechtop zitten. Je mag eventueel wat steun zoeken bij de stoel. We gaan de knie, been optillen en daarna de knie strekken. Zet neer. Op. Nee. Hoog. Strekken. Prima. Rechterarm slaan we voorbij de linkerarm. We geven onszelf een schouderklopje. En terug. Linkerarm. Geef jezelf op de rechterschouder een mooi schouderklopje. Gaan we nog een keertje rechts doen. Naar rechts. Kijk maar hoe ver u komt. Misschien komt u niet tot op bij uw schouderblad. Oh, gaat u wat minder ver. Prima. Kruis de armen achter het hoofd. Weer terug. Gaan we weer achter het hoofd langs kruisen de armen. Ook dit is een lastige beweging. Komt u niet achter uw hoofd, probeer dan in ieder geval uw nek aan te tikken. Uitstekend. We gaan nog een keer de
knie strekken, optillen. Neerzetten. Links nog een keertje. Prima, en schud de armpjes lekker los. Na dit intensieve blok een rustig blokje met oefeningen alleen voor de armen en het bovenlichaam. We beginnen met de ellebogen in de zij te zetten. Draai de handen open. Draai ze naar binnen. Naar buiten. Goed zo. Rustig draaien. De laatste keer. En zet daarna de armen op de schouders. Til de ellebogen op naar buiten. En we draaien het bovenlichaam. We draaien naar rechts. En we draaien naar links. Draai niet te snel. Weer terug naar het midden. Draai weer naar rechts. En draai naar links. Doe het rustig aan. Stop even als het niet meer gaat. Zet de handen in één. Maak een mooie ronde voor je lichaam langs. Alsof je boten aan het karnen bent. Ook nog even de andere kant op draaien. Een grote ronde beweging. Ook weer niet te snel maken die beweging. En daarna zetten we de ellebogen weer in de zij. Draaien we de arm weer rustig open. Draai open en terug. Draai open. Prima, de laatste keer. En dan zetten we de handen weer op de schouders. Omhoog. Hoog. Nog twee keer. Rustig op. En neer. Omhoog. Terug. Hou ze hoog. En we gaan nog even draaien naar rechts. Kijk mee. Naar voren. Naar links. Kijk naar voren. Draai rustig naar rechts. Weer naar links. Goed, we gaan nog even weer draaien met het bovenlichaam. Draai de schouders rond, het lichaam gaat mee. Twee keer de ene kant op en even de andere kant op. Uitstekend. En dan kunnen we nu weer rustig even ontspannen. We zijn weer bijna aan het einde gekomen van dit tweede blokje oefeningen. Rest ons alleen nog een stukje ontspanning. Kom lekker rechtop zitten. Laat de armen lekker hangen. Trek de kin een beetje in. Draai het hoofd naar rechts. Kijk over de schouder naar rechts. Terug en draai naar links. Draaibewegingen niet te snel maken. Gaan we weer naar rechts. Weer naar links. En kijk naar voren. Maak de
Handen open. Steek ze naar voren. Draai ze naar buiten. En kom naar haar toe. Nog een keertje. Rustig naar voren. Draai open. En trek ze weer naar haar toe. Nog een keertje. Rustig naar voren. Kijk zelf hoe ver u naar voren kunt gaan. Is het maar een klein stukje? Maakt niet uit. Maak de beweging zoals u het kunt. Ja? Nu gaan we de armen wegdrukken. Druk weg. En terug. Ja? Dus gaan we recht naar voren. Duwen. En nu gaan we ze als het ware weer intrekken. We gaan weer duwen. Duw naar voren. En trek in. Even rustig zitten. Diep inademen de neus. Goed uitblazen. Je schouders optrekken. En laat zakken. Laatste keer. Schouders op. Inademen en rustig uitblazen. Prima, dat was het voor vandaag. Hallo allemaal, ik ben Aasje van Echteren en ik ben vrijwilliger bij het Alzheimer Café. Ik ben daar om u welkom te heten en probeer u een gezellige avond met elkaar te hebben. U krijgt een kopje koffie van ons. Er is een spreekster of een spreker. U kunt vragen stellen. U kunt aan ons wat vragen. In de pauze hebben we gezellig met elkaar eventjes een gesprekje, of er wordt een deskundige bijgehaald als u vragen heeft. Ik hoop dat u komt en dat u een gezellige avond heeft en ook dat u er wat aan heeft.
Goedemorgen. Ja, ook goedemorgen weer. Waar zijn we hier? Wij zijn nu in de Hof van Kramer in Wapenveld. Wapenveld. En wat doet u? Ik ben vrijwilliger bij Taalpunt. En Taalpunt is dus een instelling waar iedereen die iets beter wil leren van de Nederlandse taal terecht kan. Ook iemand die nog nooit op school gezeten heeft, die mag hier gewoon helemaal beginnen als je dat wil. En iedereen kan leren lezen. En het is voor alle leeftijden? Het is voor alle leeftijden. En als je echt iets hebt waardoor je dus technisch niet kunt lezen, zijn er ook nog aanpassingen voor. En dat doet Taalpunt allemaal. Oké, dus gewoon Nederlanders die analfabeet zijn. Ook mensen van een... Ja, maar ook Nederlanders die bijvoorbeeld vroeger wel school gehad hebben, maar denken, goh, de taal is zo veranderd. Ik wil even bijleren, dat mag ook. Okay. Je hoeft niet analfabeet te zijn. Dat is namelijk voor de meeste mensen echt een schrikwereld. Van, dat wil ik niet weten. Maar dat is geen schande, want ook nu is 1 op de 5 een moeilijk leerling die moeilijk kan lezen. Alleen, er zijn zoveel dingen waardoor ze het wel kunnen. En dat was vroeger niet. Dus je moet gewoon gaan, vind ik. Dat er veel Engelse termen gebruikt worden nu? Of? Ja, maar de meeste Engelse termen zijn moeilijk om te schrijven. Mm-hmm. Maar door de televisie kennen ze de meeste wel. Dat valt wel mee. Mm-hmm. Maar vooral het schrijven en het lezen, dat is bij veel mensen toch best moeilijk. En ouderen sowieso ook van. Als ze dus meer willen weten, mag dat. Mm-hmm. Iedereen mag komen. En het is op veel verschillende niveaus? Ja. We hebben veel verschillende niveaus. We zijn ook met groepen bezig. Dus de taalgroepen, dan komen er dus gewoon wie wil. Dan is het gewoon gezellig kletsen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, nou kun je niet zoveel met kletsen vanwege de kapjes. Maar dat doen we dus wel, mm-hmm, met schermen. Stel, ik denk, misschien is dat wat voor mij. Hoe kan ik u bellen hierover? Of? U kunt naar de huisarts, u kunt bij de tandarts, u kunt overal vragen als je dus iets van, maar ook de familie kan dat voor je opzoeken als je het niet weet. Gemeente niet te vergeten. En dan natuurlijk hier de instelling Hof van Kramer, maar ook de bibliotheken, overal. Dan kan je gewoon naar binnen lopen en dan zie je vanzelf Taalpunt als ze er zijn. En anders vraag je het aan iemand uit de bibliotheek. Die weet dat ook. Dat is Taalpunt? Taalpunt Nederland, ja. Daar is prinses Leontien is daar dus eigenlijk de beschermvrouw, zeg maar, van de initiator. Die is daarmee begonnen. Dus dat staat goed aangeschreven. Kunt u vertellen wat u hier doet? Ja. Ik ben Ali Habash. Ik kom uit Syrië, Kurdisch Syrisch. Ik praat dan bijna 5 talen. Ik getrouwd. Ik heb 5 kinderen. Ik wil goed leren talen Nederland. Nu bijna klaar van inburgering. Ik leer bij Deltium. Vorige week, eindelijke week bij Deltium. Alle examen gedaan. Alleen spreken nu, ik wacht tot 7 januari, ik doe. Ik wil goed praten Nederland, schrijven, lezen, omgaan met mensen. Moet met werk goed praten tegen mensen, met andere mensen werken. Taal Nederland belangrijk met alle familie, gezin, kinderen, buren, contact. Maar meneer heeft een inburgeringscursus gedaan, maar hij komt toch weer bij u dan om extra taallessen te volgen. Waarom? Ja, dat doen gelukkig heel veel niet-Nederlanders van origine. Waarom? Omdat ze op de inburgering, dat hebt u gehoord, is heel kort. En de uitspraak en de grammatica en zo. Dus iedereen die dat beter wil leren om te lezen en te schrijven, die mag ook hier komen. En dat is allemaal extra. En als ze dus naast de inburgering komen, dan is het sowieso plus plus. Maar als ze dus geen ervaring hebben en ze spreken niet met anderen, ja, dan is het moeilijk om het bij te houden. Dus als ze extra komen, is extra meegenomen. Mm-hmm. En vooral in de taalgroepen, daar hebben we het overal over. Dat is gewoon gezellig met praten over een onderwerp of wat dan ook. Of we doen taalspellen. Ook extra om dus juist die taal te blijven spreken. Ja.
En ze worden dus verwezen nu en je kunt overal terecht, net zoals Nederlanders, om te vragen waar. Super. Ik ben dus eigenlijk altijd bezig geweest met taal. En daarnaast dus met heel veel andere dingen. Mijn wetschool gehad en noem maar op. Dus ik ben altijd heel actief geweest. Mijn man was huisarts, dus ik had thuis. En hij had de centen, ik hoefde niet te werken voor de centen. Dus ja. Dat scheelt, hè. Welkom, welkom op Buitenplaats de Poel. Ik ben Theo van der Schephop. Buitenplaats de Poel maakt onderdeel uit van buurtpunten. Buurtpunten in de gemeente Epe, waarin we samen met collega's samenwerken om mensen de mogelijkheid te bieden voor een zinvolle daginvulling. Een mooie daginvulling is voor ons echt belangrijk als mensen bij ons geweest zijn, dat ze met een glimlach weggaan en genoten hebben van de dag. Ik laat u graag zien wat we bij ons op Buitenplaats de Poel aan het doen zijn. Kom maar mee. Kom maar mee. Nou, hier kijkt u bij ons op het gedeelte van onze tuin. Met daarachter de moes- en pluktuin. Waar zomers volop groente te krijgen is, bloemen te plukken is. Die we gebruiken voor de soep en die we op de vaas zetten. Maar ook als je het gezellig vindt, mag je het ook mee naar huis te nemen. Voorkweken doen we in onze tuinkast die er net voor staat. En daarachter, in het buitenhuis, daar lunchen we met elkaar. Daar komen we bij elkaar, daar lezen we de krant, daar doen we spelletjes. Voor iedereen iets wat iemand graag wil en leuk vindt om te doen. U bent hier gekomen omdat u een herseninfarct gehad heeft. Aan de linkerkant, vertelde u net. Ja. En u bent nu hier overdag. En wat doet u hier zoal? Ik kom uit Twello. Uit Twello. En de gemeente voelde dat ik kom. Dat ik hier leer. En vindt u het leuk hier om activiteiten te doen? Ja. Wat doet u zoal? Werkt u in de tuin? In de kubbe. In de winterdag rummikub. Rummikub? Ja. Oké. Ja, ik kan niet zoveel in de tuin doen. Nee. Maar u komt hier 's ochtends met de bus? Ik kom met de taxi. Met de taxi? Ja. Dan drinkt u lekker koffie? Ja, dan gaan we hier koffie drinken. Ja. En dan gaan we. Een spelletje doen. En zomers buiten. Wat doet u eigenlijk dan buiten? Gewoon lekker in de tuin toch werken? Of? Oh, net wat er moet lopen. Net wat er gebeuren moet. Ja, of een stukje wandelen. Ja. En gaat u ook om met de dieren die hier allemaal zijn? Oh.
Jij bent begeleidster hier. Dat klopt, ja. En wat voor mensen komen hier zo? De gemiddelde leeftijd vanaf 22. De jongste deelnemer is 22 en de oudste is 86. En dat spreidt zich door de dagen heen. Dus elke dag zijn er wisselende deelnemers. En nu vanwege de coronamaatregelen zijn we nu met maximaal 5 deelnemers per dag aanwezig. Omdat, ja, je ziet het, we zijn klein behuisd. Maar ook intiem en dat geeft ook een fijne sfeer, vind ik zelf. Dus nu is de doelgroep inderdaad boven de 70 qua leeftijd. En ze komen hier, de meeste komen hier uit de buurt, dus uit Vaassen zelf. Sommigen komen uit Apeldoorn, Epe, Twello is de, daar is in de 2 deelnemers die daar vandaan komen. Ja. En hoe komen mensen hier terecht? Nou, praktisch gezien komen ze met de bus of de scootmobiel of de fiets of met de auto. Mm-hmm. Maar dat gaat via de gemeente meestal, via de WMO dat ze hier komen. Of via het buurtpunt. Dus via die richting worden ze aangemeld. En dan, of ook dat ze zelf zich melden. Dus dat ze hier informatie hebben van Buitenplaats de Poel. En zelf bellen van, goh, mogen wij eens kijken, we zijn geïnteresseerd in wat jullie doen en is het misschien een geschikte plek voor mijzelf of voor mijn partner of voor mijn vader of voor mijn moeder of voor mijn dochter. Dus op die manier komen de mensen hier. Gewoon om een leuke dag te hebben en een gezellige dag. Ja, zinvol. Om een zinvolle dagbesteding te hebben. Ja. Ja. En hoe is het met uw heren? Hoe vindt u het hier? Grandioos. Ik ben veel bezig met modelbouw. Ja. Allemaal van die houten dingen hier, alles wat hier boven staat, heb ik allemaal gemaakt, dus. Ik zou het niet meer willen missen. Het is een fijn team hier. Ja. Je komt weer onder de mensen. Dat vind ik gewoon een heel groot voordeel. Ik vind het hier gezellig. Je komt ook onder de mensen. En ik hou ook heel veel van dieren. Want paarden is altijd mijn hobby geweest. En ook wel succes geweest. En ja, mijn collega zei, je komt onder de mensen.
Het meneertien van de kranten kwam Bimien op de klippen het hofpad instuven. Geit, geit, wat mij nu toch overkomen is, he happen naar ozen. Bij stukjes en beetjes kwam het verhaal eruit. Zijn knuffeltien was aan de koning voorgedragen voor een lintien. Daar mocht heel vanzelf niemand iets van weten. Ze heeft 10 jaar lang omgekeken naar een oom en tante. Ze belde een entien rond naar Jan en Alleman. En ze was 20 jaar voorzitter van de Reuma Patiëntenvereniging in deze kontrein. Ze hielp het meneertien met buurkies over de streektaal. En beide waren ze jaar in, jaar uit Thomas Vaar en Pieter Nel. 250 limericks, jaarlijks, waarin alle voorvallen worden verpakt. Dat moet op Willem-Alexander indruk hebben gemaakt. Maar we leven in coronatijd en dan is alles anders. De burgemeester kwam bij hem thuis met de ketten om en die heeft het knuffeltien voorgelezen
hoe ze in de hogere kring over het dachten. En toen kwam het geit. Hij haalde de koninklijke medaille uit de deuze, drukte die min in de klavieren en zei dat ik hem bij uur op moest spelen. Man, man, ik was nog zenuwlappiger als uur. Ik was al blij dat ik hem niet uit de klavieren liet vallen. En toen aan de linkerkanten op het lintien vast te prikken. Het lintien op de kleren, dat bedoel ik vanzelf. Ik ben er nu nog zenuwachtig van. Ik heb het reën kregen, maar vroeg me niet hoe. Ik was doodsbange om me de speld op een wel heel verkeerde plekken in het vlees te douwen. Het zweet stond me voor de kop. Ik kan het me voorstellen, want ik moet er niet aan denken dat mien zoiets bij Marie zal overkomen. Die had het mien zeker uit de klavier naar trekken en was er zelf mee gaan ze gewoon. En bij Marie raak je altijd wat. Ze is niet in de buurt, dus dat durf ik nu wel te vertellen. Maar meneer Tien had het hoofd er wel goed bij. Hij had de hele permutatie naar het eetcafé neug en doorvoer kwamen ze van Zeeland tot aan Friesland. Ik weet nu ook wat ik u aan moet recommanderen als je die eerste burger wilt verrassen. Een speciale taart op zijn Frans. Hij bleef nog een mooi poosje zitten tot de taart op was. Goed, beter, best en dan volg asbest. Het college in Oldenbroek zweet peenties. Er zit al de keizersveulen van dat grij in de oude scholen en Den Haag heeft ze verplicht om dat allemaal voor te halen. Dat kost een vermogen en ze zit toch al op zwart soort. Die wethouder door, ene Vos, die umsgeliek met de pers wil praten, liep te noemen met een bogen om in. Hezel is van die moeilijke vragen gaan stellen. De raad heeft u niet laten vallen. Ze dachten voor een habbekrats kloot te wijn, maar klotsen ze over de klompen. Zal de noffeur Olden of Oldenbroek uit de strafbanken van de provincie kan blijven? Vos heeft spiet dat ze hun man niet met de schuppen wie de bron aan de grond kan laten steken. Dan was die zwart van het roet weer naar boven gekomen. Hoe het allemaal afloop, vertel ik u het mee nog wel een keer. Want van Oldenbroek goot of weer rap terug naar Epe en naar Heerde. Holt de klongels te ronden. Groeten van Guit.